Matteo, uiteindelijk een gelijkspel, 0-0. Hoe kijk je terug op deze wedstrijd? Ja, ik denk toch wel een redelijk gesloten wedstrijd. Wij waren waakzaam omdat de jonge talenten zijn die heel goed kunnen voetballen natuurlijk. Dus wij gingen een beetje uit blok voetballen. Weinig kansen weggeven, dat hebben we uiteindelijk ook gedaan. Maar we hebben ook niet heel veel gecreëerd, dus ik denk dat 0-0 een logische stand is. Dat was wel de juiste verhouding uiteindelijk, vind ik. Ik moet zeggen, in de tweede helft hadden jullie veel meer moeite met Ajax als in de eerste helft. Want in de eerste helft hebben ze vrijwel niks gecreëerd. Nee, klopt. Ik denk dat ze in de tweede helft twee grote kansen kregen. Uit onze slordigheden wel. Dus we hebben eigenlijk niets weggegeven buiten onze slordigheden. En daar krijgen ze twee grote kansen uit. Dus ik denk dat wij de tweede helft iets te slap beginnen. Waardoor we niet meer de energie van de eerste helft in het spel kunnen brengen. En ik denk dat we iets opportunistischer moeten spelen in de tweede helft. Zeker met Henk tegen jonge kerels. Die ballen moeten gewoon de 16 gedropt worden en niet te veel voetballen. Dat was met name de eerste 10 minuten van de tweede helft. Jullie krijgen een geweldige kans via Henry. Die wordt er nog net uitgetikt door de keeper. Maar gelijk in de tegenaanval. Er was dan twee keer een situatie. Volgens mij kreeg Shame nog op zijn rug dat hij er niet in ging. Ja. Dus wat dat betreft was het in die fase wel even hectisch. Ja, het was hectisch. Het kon sowieso 1-0 zijn, het kon 0-1 worden. Dus het is 0-0 gebleven. En zoals ik zei, het was een gesloten wedstrijd. Dus ik denk dat beide ploegen gewoon recht hebben op één punt en meer niet. Dan weet je dat als je wint de koppositie in kan nemen, is dan toch een teleurstelling? Absoluut, absoluut. Maar zoals we bezig zijn, we kijken niet naar de stand natuurlijk. We zijn bezig met een proces waar het voetbal gewoon vanuit onszelf moet komen en niet naar de stand moeten kijken. Maar het is natuurlijk wel leuk als je nu eerst ons. Maar goed, we staan een punt van de plek 1 volgens mij. Dus tegen Venlo moet het gewoon 3 punten worden. Een minuut of 10 voor het eindsignaal was je nog even in een duel verwikkeld. Ik denk nou, op eerste gezicht leek het er niet goed uit te zien. Maar uiteindelijk viel het op mij, denk ik. Ja, ik bleef niet steken of zo. Het was echt puur de impact van de gestrekte voet van een ander speler. Hij had eerst bal, maar hij vloog er veel te zwaar in. Vond een overtreding, maar goed. Maar niks ergs overgehouden, dus het is snel weggegaan. Ja. Dan weet ik niet of je dat volgt, maar in het blad Voetbal International wordt een bepaalde stand qua scoren bijgehouden. Spelers krijgen dan punten, zeg maar. Dan sta jij op nummer 1. In welk blad? V, Voetbal International. Dat ken ik niet. Dat is een Nederlands dagblad, dat heel veel gelezen wordt. Maar in ieder geval dan word jij als beste tot nu toe gewaardeerd. Oké. Ja, dat is leuk om te horen. Ik probeer natuurlijk mijn best te doen. Maar ik voel me ook goed bij ADO. Ik voel dat ik vertrouwen krijg van de coach, van de spelers. En ik voel me heel goed in de positie waar ik nu sta. En dat zie je ook op het veld, denk ik, dat ik aan een goede reeks bezig ben. Dan zijn we 10 wedstrijden onderweg. Wat dat betreft, in het begin van de competitie was het natuurlijk nog even zoeken, met name voor ADO zelf. Wat dat betreft zit de stijgende lijn daar duidelijk in. Had je verwacht dat je na de 10 wedstrijden eigenlijk op 1 punt van de koploper zou staan? Ik denk dat we 11 gespeeld hebben. 11 inmiddels? Ja. Kijk, ik weet dat we in het begin van het seizoen nog niet de kern hadden die er nu staat. Dus dat had ik in het begin niet gedacht. Maar als je ziet wat voor namen erbij gekomen zijn en wat voor prestaties we nu geleverd hebben, denk ik wel dat ik gewoon vooropgesteld had dat wij in de top zouden meedraaien. Dat wel. Je hebt al eerder een reeks gehad van 2 wedstrijden in het weekend. Ook toen 4 punten, nu weer 4 punten. Zeggen dan van wat betreft de aantal punten gehaald uit die 2 wedstrijden, daar moeten we toch uiteindelijk tevreden mee zijn? Ja, ik denk dat het een zware week is geweest. Ook weer vrijdag, maandag. Dat is natuurlijk niet vanzelfsprekend om 2 wedstrijden zo snel op elkaar te spelen. Dus ik denk dat 4 punten uit 2 wedstrijden wel prima is. Alleen moeten we weer opladen voor vrijdag, want er staat weer een even belangrijke wedstrijd voor de boeg.